Is een extra lekker weekje zo naar de derby? Nou, winnen is sowieso prettig. Dus dan maakt het, als je wint, maakt het sowieso allemaal wat makkelijker. Dus nu is het dan toevallig tegen Sparta geweest. Maar voor ons was het gewoon heel erg belangrijk om weer goed te starten na de winterstop. En toch even gekeken naar vorig jaar. Ja, toen hadden we wat mindere start. In ieder geval hadden we Go Ahead thuis. Speelden we gelijk en gingen naar Roda en die verloren we. En dat was een beetje hetzelfde als de start van dit seizoen na de winterstop. Dus dan is het heel prettig om te winnen. Ja, zeker, je krijgt nu Roda uit, maar daarna is het programma wel heel lastig met PSV uit, Vitesse uit en AZ thuis. Dat zijn geen 9 punten. Als het wel zo is, dan gaan we een weddenschapje verzinnen. Maar... Nee, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant, deze vraag heb ik vorig jaar ook gehad. En in de moeilijkste fase hebben we toch wel de meeste punten gehaald. Dus het wil niet zoveel zeggen. Ik begrijp de vraag en ik snap dat je hem moet stellen. Aan de andere kant weten we, voor Sparta gold hetzelfde. Thuis tegen Excelsior moet je dan de punten halen. Roda geldt voor aanstaande zondag ook hetzelfde. Dus ze zullen naar Excelsior kijken, zoals een heleboel ploegen kijken. Thuis, daar moeten we van winnen. En dat weten we. Dus zo makkelijk is het niet. En nogmaals, de verschillen onderin, misschien qua puntenaantal, lijkt groot. Maar de verschillen onderling zijn niet zo groot. Het is niet zo dat wij even makkelijk van een concurrent winnen. En dat besef hebben we ook. En we moeten daarvoor heel veel dingen doen. Ik zal deze keer niet zeggen hard werken, want dat zeg ik altijd. Ja, maar daar moeten we heel veel dingen voor doen. Is het een groot verschil tussen Roda en Sparta? Nou, Sparta is nu weer in de... Ja, het is weer aardig aan het veranderen. Natuurlijk veel nieuwe spelers. Dat zag je afgelopen zondag nog niet terug. Omdat Friday daar speelde en Anag. Santos was nog geblesseerd. Bij Roda in vergelijking met vorig jaar waren daar heel veel nieuwe spelers. En dat is nu op een jongen van Schalke na is dat minder. Ze zijn een speler kwijtgeraakt. Dus, dat is een aardige verdediger, hè, die jongen. Een talentvolle jongen. Een jongen met veel potentie, zoals we dat zo mooi zeggen. Maar zeker op die positie, snelheid, duelkracht. Ja, het verbaast me niet dat hij wordt opgepikt door een club in Duitsland. Al is het maar de tweede Bundesliga, maar dat is gewoon een goed niveau. Ben je al een beetje aan het rekenen geslagen? Je weet ook, 34 punten ongeveer nodig voor rechtstreeks erin te blijven. Ja, je begint al een beetje te lachen. Je kan best rekenen, denk ik. Ja, je moet toch wel een aardige cursus achter de rug hebben voordat je UEFA Pro kan halen. Dus ja, dit rekensommetje, dat gaat nog wel. Nee, maar nee, daar ben ik niet mee bezig. Nee, absoluut niet. Heb je wel rekening met die 34 punten of is dat voor jou geen magische grens of iets dergelijks? Nou, je houdt het, daar hou je wel rekening mee. Maar het is niet zo dat ik nu denk van nou, het is nog maar zoveel aantal. En ja, we hebben nog 15 wedstrijden gaan. Ik haal het voorbeeld en de jongens worden moe van me. Ik denk dat ze al weddenschappen... Mag ik hem al zeggen? NEC? Ja. Nou, maar goed. Dat is, ze sluiten al weddenschappen af of ik het vandaag wel zeg of niet zeg. Nee, maar goed, dat is het voorbeeld. En dat is niet een gedrag wat je zegt van kijk, ons is zielig doen. Maar dat, want die hadden ook 34 punten volgens mij. En die hebben het op doelstelling niet gehaald met Sparta. Even uit mijn hoofd, hè? Dat klopt. En die hadden na 19 wedstrijden 25 punten. En die zijn geëindigd op 34 punten. Dus, en die gingen uiteindelijk de play-offs in. Dus... Het is heel moeilijk. We weten hoe moeilijk het winnen is. Dus ja, dat voorbeeld dat blijven we aanhalen. En daarom zeg ik ook, die overwinning tegen Sparta was natuurlijk heel prettig. Omdat je dan een goede start hebt en ook van een concurrent wint. En dat moet aanstaande zondag ook weer. En het liefst zo snel mogelijk wil je naar die grens toe. En dan maakt het allemaal wat makkelijker. Maar aan de andere kant, nogmaals, ik weet hoe moeilijk het is. We weten hoe moeilijk het is. Dus... rijk rekenen, dat doen we niet aan. Nee. Nou ja, heel rijk rekenen, letterlijk een financiële zin, moet je ook niet bij Excelsior zijn natuurlijk. Maar dat is anders. Hey, Levi Garcia, jongen is speelgerechtigd. Maar ik heb het idee dat hij communicatief, is het wel een beetje lastig soms, toch? In elk geval vandaag op de training. Nou, het is ook pas de tweede training die hij meedoet. Dus er zullen wel weer andere dingen zijn die hier belangrijk zijn. En bij AZ waarschijnlijk weer anders zijn. Ik denk dat hij het wel het grote gedeelte van de taal begrijpt. Maar hij doet voornamelijk alles in Engels. Dus het is altijd even wennen wat er gevraagd wordt. Maar het belangrijkste is waarvoor we hem gehaald hebben. En dat was vandaag ook weer te zien. Zijn snelheid en zijn actie en zijn opportunisme. En scorend vermogen willen scoren. En dat is de reden waarom graag erbij wilde hebben. En dat zie je gewoon aan alles terug. Maar nog geen basisklant lijkt me toch? Nou, dan gaan we eens rustig kijken. Ik denk, ik ben blij dat hij erbij is, want dan hebben we ook weer wisselgeld voorin. Want Zakar is natuurlijk nog geblesseerd en Jinti was vorige week ziek. Nou, dan was het wisselgeld qua aanvallers natuurlijk wel heel weinig.
Ben je altijd zo kritisch op een positieve manier op Jinti? Van, dit is je eerste goede bal op de training. Niet elke speler kan er even goed mee omgaan, denk ik. Nee, maar dat is toevallig. Ik bedoel, kijk, Jinti moet ook de knop omzetten. Die heeft natuurlijk een half jaar. Iedere nieuwe speler heeft zijn aanpassingsproblemen. Zeker jongens die van de eerste divisie komen. Sommigen pakken dat sneller op dan anderen. Jinti heeft wat sneller zijn minuten gemaakt dan gepland. En dan heb ik hem hier over basis staan. Ja, en dan gaat alles. Dan krijg je een masterclass de Eredivisie. En dat gaat soms goed, soms minder goed. Maar hij is onregelmatig geweest. En ja, er komt nu ook weer, Levi komt er weer bij. Dus de rest van de aanvallers worden ook weer fit. Ja, en dan moet je toch die stap gaan maken. Dus het is niet zo dat we altijd zo cynisch zijn. En af en toe gebruik je dat. Maar het is meer dat je toch de boel probeert scherp te houden. Komen er nog spelers nog meer bij dan wel weg? Je hebt nog een weekje? Nee, helemaal niet. Nee, je zegt het zelf al, je moet voor de financiële middelen moet je niet bij Excelsior zijn. Dus we hebben één speler, dat wist ik van tevoren. En, of er moet misschien nog iemand weggaan, maar dat zie ik op dit moment niet gebeuren. Dus dit was hem. Ja. En wanneer horen we iets over jou, over jouw toekomst? Die vraag blijft ook komen natuurlijk, maar als je nu een datum noemt, dan zullen we het niet meer noemen, niet meer naar vragen tot aan die datum? Wij gaan volgende week om de tafel zitten. Dus, we zouden het eerst op trainingskamp doen, maar de technische staf had het zo druk dat we alle gesprekken en trainingen moesten doen. Dus dat hebben we verschoven naar Roda. Ja, intentie wel om door te gaan, ook al komen er nu wel steeds meer clubs vrij? Nou, dat staat los van het aantal clubs dat vrijkomen. Dus dat zijn dingen die, dat zal wel heel opportunistisch zijn. En, ja, ook omdat jouw ambitie volgens mij niet per se in de Eredivisie ligt, toch? Nee, maar goed, dat heeft daar op zich niet zoveel mee te maken. Nogmaals, het belangrijkste moet zijn dat je de doelstelling die voor ons geldt. En als dat gebeurt, dan hebben we met z'n allen weer zetten we iets moois mee neer. En daar hebben we nog 15 wedstrijden voor nodig. En daarna zien we wel wat er gebeurt. En volgende week gaan we praten. Het is niet zo dat we nu in één keer gaan praten van wat gaan we doen en wat willen we. Ja, we praten iedere dag, dus wat dat betreft is alles wel duidelijk. Ten slotte, wat is voor jou dan het belangrijkste puntje wat jij meeneemt in die gesprekken? Wat vind jij het allerbelangrijkste om hier te blijven werken? Nou, het is wel prettig om ergens te werken waar je het goed naar je zin hebt en waar je ook kan werken. En dat is Excelsior natuurlijk een club, staat daar garant voor. En wat dat betreft is het altijd rustig, tussen aanhalingstekens. Hè. Er komt weinig wat er gebeurt, komt weinig naar buiten. En dat is heel prettig werken. Dat heb ik vorig jaar al een keer aangegeven. Ik moet ook kijken naar mijn gezinssituatie. Maar dat zal niet de voornaamste reden zijn om te zeggen van ik ga terug naar Portugal. En dat zijn dingen die ik mee moet nemen. En voor de rest niks eigenlijk. Ik weet hoe opportunistisch dat is. Ik sta er na mijn gezondheidsproblemen van een aantal jaren terug, sta ik er ook heel anders in. Dus ik laat me niet leiden door het opportunistische gedrag van het gaat nu goed. En van daaruit gaan we kijken van dat zal dan wel zijn dat er wat anders komt. Daar laat ik me niet door leiden. Nogmaals, ik heb net ook aangegeven, ik weet hoe moeilijk het is. Dus daar staan we iets anders in. Precies. Jouw zoon zit hier toch, nu, sinds kort, bij NAC? Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel leuk toch? Dat is je gezinssituatie, maar je hebt ook een zoon hier. Dat vergoedt veel. Ik zie hem alleen vrij weinig, want die moet ook trainen. Nee, dus dat is wel prettig. Aan de andere kant is het niet het grootste excuus, omdat ik bewust een stap naar Nederland heb gemaakt. En dan moet je niet gaan zeuren dat de thuissituatie dat je dat mist. Het is lastig en dat is ook hard werken op buiten het voetbal. Maar voor de rest moet dat niet leidend gaan worden. En daar heb ik goede afspraken mee gemaakt. En ik moet wel weer kijken hoe dat er nu in staat. Ik zou voor 2 jaar gaan, dus al mijn derde jaar. Dus we gaan eens kijken wat het gaat worden.